bad man out and stunting. Action, ready for the thumping. Hello ladies and welcome back bij een nieuwe video waarin ik jullie mijn Black Friday sales ga laten zien. Zoals de video het ook al zegt. Ik kreeg echt heel veel berichtjes via Instagram van hey Sissy, kan je me alsjeblieft laten zien wat je hebt gekocht? Ik liep door de stad met zoveel tassen. Ik ging erheen om 10 uur in de ochtend en ik dacht, weet je, ik ben er op tijd bij. Ik wilde een aantal artikelen van de Zara hebben. Dus ik dacht, ik ga naar de Zara toe. Ik was daar om 10 uur. Stipt, the girl was on time. Ik ging erheen. Ik heb allemaal mijn spulletjes gepakt die ik heel graag wilde hebben. Echt, het duurde uren voordat ik de Zara uitliep. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga ook nog even naar de andere Zara. Daar was ik ook weer geslaagd. Ik ben nog even naar de Stradivarius geweest. En dat is ook echt een hele fijne winkel. Waar ik ook graag dingen koop. Ik ben nog even naar de Mango geweest, maar daar was ik niet echt geslaagd. Maar in ieder geval, de dingen die ik heb gekocht, ben ik deels heel blij mee. En sommige dingen denk ik echt, waarom heb ik dit gekocht? Like, what the fuck. Mohim Deja, ik was gewoon echt geschrokken. Ik heb gewoon alles gepakt en ik dacht, ik ga wel naar huis. En dan ga ik thuis passen en dan kijk ik wel wat ik wil behouden en wat ik wil terugbrengen. Dus laten we maar gewoon eventjes beginnen bij het begin. En dat is deze zwarte trenchcoat. Het is geen trenchcoat. Het is gewoon een manteljas. Ik ga even opstaan en dan ga ik hem even aandoen voor jullie. Maar hij ziet er dus zo uit. Kijk. Such a vibe, right? Hij is super mooi. En hij is ook echt, ik ga hierop staan. Nou. Super long. Hartstikke mooi. Hij heeft wel echt een split hierachter. Dus dat vond ik wel ietsjes minder. Maar voor de rest is het een hele mooie manteljas die ik heb gescoord. En deze was ook... we gaan die jas natuurlijk niet aanhouden. Deze Zara jas was €140. Ik heb hem voor 40% korting gehaald. Volgens mij was hij iets van 70 of zo. Maar in ieder geval, jas waar ik super blij mee ben. En ik heb ook bijhorende boots erbij gehaald. Dat zijn deze boots. En die zien er zo uit. Deze outfit heb ik vandaag aangehad. Dus de tags zitten er niet meer op. Maar deze boots waren €60. Ze waren ook in de sale. Het is volgens mij echt leer aan de buitenkant. Aan de binnenkant is het gewoon stof. Maar ik ben er heel erg blij mee. De combinatie van die zwarte jas en deze boots is gewoon echt live. Gelijk op zo'n... paardenmeisje, zeg maar. Zo'n Brits paardenmeisje. Dan heb ik een aantal zomerse dingen. Want ik ga volgende week... Nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer deze video online komt. Maar goed, ik ga op vakantie. En ik heb daarvoor een aantal hele leuke items gekocht. Maar ondertussen, nadat ik alles ook een beetje heb gepast, gaan er ook een aantal dingen terug. Nou, dit is het eerste jurkje wat ik heb gehaald. En dat is dit jurkje. Maar ik heb hem aangetrokken en ik vond deze kleurencombinatie en hoe die zeg maar is, vond ik mij niet zo heel erg mooi staan. Op de website zag je er echt hartstikke leuk uit. Maar ik vind dat deze streep waar zeg maar dan het franje begint, te laag komt. Dus hij komt echt net op mijn heupen. En ja, dat vind ik dus niet zo heel mooi. En hij was ook, er staat hier €50, maar hij was volgens mij €23 of zo. Dan hebben wij deze jurk. Super mooi. Deze heb ik al geschoten. Echt een hele mooie modest dress. Super mooi, super lang ook. Deze heb ik dus ook in de sale gehaald. Deze was €20. Hij is super handy. Het enige wat belangrijk is, is als je hijab draagt, dat je wel zeg maar een beetje iets aan de binnenkant hier aan moet trekken. Want hij is best wel laag. Hij heeft een hele diepe V-hals. Maar voor de rest is dit een hele mooie jurk die zo wijd uiteen loopt. Oftewel, zoals wij dat noemen, evanzy. Daarna kom ik op twee blouses. Waarvan ik echt niet begrijp en weet waarom ik het heb gekocht. Op dat moment dacht ik waarschijnlijk van ik weet hoe ik dit ga combineren. Maar nu dat ik er zo achteraf naar kijk, denk ik,
Het is namelijk deze. Oh, het ziet er ook echt zo slecht uit op beeld. En de achterkant is langer, zoals je ziet, dan de voorkant. En dan heeft het ook nog eens een split aan de zijkant. Like, seriously? Voor wat? Met wat? Maar goed, ik dacht misschien is dit wel hartstikke leuk voor mijn moeder om met een broek te dragen. En ik denk dat daar de miscommunicatie zich heeft plaatsgevonden. Zij dacht dat ik het aan haar gaf met, kijk mama, ik vind dit leuk, dat wil ik halen. En ik bedoelde eigenlijk dat dit misschien wel leuk is voor haar. En toen ik haar heb laten afrekenen alles, want ik moest weg, heeft ze ook dit afgerekend. Dus deze gaat gewoon terug. Maar goed, hij was, ja, hij was €15,99. Wel echt een super simpele satijnen blouse voor over een broek. Het kan wel heel handig zijn. Dan hebben we weer een andere zwarte satijnen jurk blouse-achtige iets. Dat is deze. En dit vond ik wel leuk als je naar het strand gaat of zo. Hij heeft twee van die hele grote pockets. En hij is echt super oversized, zoals je wel ziet. Maar goed, dan heb je wel black natuurlijk. Heb je wel iets zwarts. En hij was €23. Maar ik vind het wel minder, want hij is een beetje doorzichtig. Weet je. Hij is niet zo heel erg van dikke stof. Dus nadat ik heb deze gepast en ik was er niet echt heel blij mee. Dus ik denk dat deze eigenlijk ook terug gaat. Dan hebben wij deze hele mooie, prachtige satijnen jurk. Die super lang is. Kijk. Dit met een turban en zwarte hakken. Is super mooi. Je ziet hier al, als het goed is nu, hoe ik hem heb gestyled. En hoe die komt te zitten. Ik heb een emmetje gekocht, maar ik merkte wel dat de bovenkant van mijn lichaam, dus dat hij daar best wel groot voor mij was. Maar aan de onderkant van mijn lichaam zat hij weer te strak. Dus hij is een beetje moeilijk, ja, een beetje moeilijk te dragen. Voor de rest is hij wel hartstikke mooi. Als je echt iets elegants hebt waar je naartoe moet gaan, dan kan je deze dus aantrekken. Dan komen we aan op een jurkje wat ik heb gekocht. Wat ik dacht dat wel leuk zou zijn met die laarzen die ik dus heb gekocht. Dat is dit jurkje. Ja, dit is een no-go. Het heeft niet eens de zin om het jullie te laten zien. Maar ik denk dat ja, de foto's het wel zeggen dat dit niet echt een jurkje is voor mij. Maar ik zag de stof en hij heeft echt hele mooie dikke stof. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, hij is gewoon veel te kort. Aan de bovenkant vind ik hem ook niet zo mooi. Dus ik denk niet dat iets is voor mij. Ik heb een hele mooie sweater gescoord. Deze is helaas niet in de sale. Dat is deze. En hij is €40. En ik heb eigenlijk al zoiets, precies zoiets. Dus dat vond ik wel jammer. Dus €40 voor deze. Het is een hele mooie, dikke trui. Eerlijk is eerlijk, als je zoiets koopt één keer, dat gaat gewoon jaren mee. Dus mocht je hem nog niet hebben, dan is dit echt een hele goede koopje. Maar hij is dus niet in de sale. Of je moet even wachten. Misschien komt hij wel in de sale eigenlijk. Er is eventjes iets gebeurd, een klein foutje. Door alle stress pakte ik dus soms een aantal dingen waarvan ik dacht dat ze sale hadden. Maar dat was niet het geval. Onder andere deze jacket. Ik dacht, wat? Leren jacket in de Black Friday sale. Dit moet ik hebben. Ik kom thuis, ik kijk, ik zie er staat geen sticker op. Dus ik dacht, laat me even op de bonen kijken wat het heeft gekost. Kan je het zien of niet? Hij is gek geworden of zo. Wat is dit? Is die met goud gemaakt? €70 voor deze leren ding. Ik ga niet verder praten. Deze gaat precies eventjes in de zak van de returns. Dat is deze hele mooie jas. Niet voor mij, maar voor mijn moeder. Ja, deze kennen jullie wel, de mantel van Zara. Het is een groot maatje, hij is van mijn moeder, maar
vind het wel leuk om hem jullie toch te laten zien. Super cute. Ja, deze was ook in de sale. Echt heel, heel goed afgeprijsd ook, 40%. Hij was 70 en we hebben hem uiteindelijk voor 47 gehaald of zoiets. Over jassen gesproken, ik heb nog een andere jas gekocht. En dat is namelijk deze hele mooie jas. Kijk eens, dames en heren. Such a beauty. Hij heeft ook wel van achter zo'n split. Maar niet zo heel groot als die zwarte. Deze was echt, echt super mooi. Ook in de Black Friday sale. En hij heeft geen knopen of whatsoever, zoals je ziet. Maar hij gaat gewoon zo super netjes dicht. Het is gewoon echt hartstikke classy. Ja, heel blij mee. Heel, heel, heel blij mee. Echt een super mooie kleur ook. Een van mijn favoriete jurken die ik daar heb gescoord, die ik ook echt al in mijn mandje had. Die ik gewoon koste wat het kostte moest hebben. Dat was deze. Dit is de achterkant ervan. En dit is de voorkant ervan. Zoals je ziet, ja, is die zo'n soort van, ik weet niet hoe ze dat noemen, gedrapeerd-achtig hier aan de voorkant. En hij is ook super lang. Hij is even lang. En hetzelfde vorm als die groene satijnen jurk. En hij vormt je lichaam super mooi. Als je ergens naar een feestje gaat. Of classy, dinner, fabulous, sassy, bougie. Dan is dit echt. Dan is dit echt de perfect dress. Hij is echt super mooi. En hij was ook. Oh, het prijskaartje zit er niet meer op. Ik weet het niet, maar als het goed is, is het zichtbaar hiernaast op de app. Deze, perfect, love it. Nou, dan heb ik verder deze zwarte broek gehaald. Een zwarte broek met zo'n lijntje aan de zijkant. Ik weet niet waarom ik deze broek heb gehaald. Ik weet het niet. Ik zag hem en hij was mijn maat en ik dacht misschien heb ik hem nodig, maar wat dacht je van misschien ook niet. Dus ik weet niet zo goed wat ik met deze broek moet. Want ik heb echt al duizenden broeken die op deze broek lijken. Maar het is wel heel mooi met een colbert. Zo een beetje, niet wijde pijpen, maar gewoon rechte pijpen. Dus ja, als je een soort van een smoky-achtige look wilt aandoen. Then this one is perfect. En hij was ook in de sale natuurlijk. Maar hij was eerst 40. Dus eerlijk, hij komt wel echt ergens vandaan. Oké, okay, dan komen we aan bij het volgende. En dat is deze witte blouse. Deze witte lange blouse. Ik denk dat iedereen die zeg maar echt een Zara lover is, die kent de kleding van Zara wel. En ik heb echt van alles geprobeerd in mijn hoofd hoe ik deze blouse wilde gaan combineren. En ik kwam dus eigenlijk op het idee uiteindelijk om het misschien te combineren met een leuk soort van leren topje. Of een denim topje eroverheen. En dat je dan zeg maar dus die jurk vanuit onder zo zeg maar tot aan je kuiten hebt. Maar hij is super doorzichtig. Kijk, je ziet het gewoon hier al. Hij is gewoon heel erg doorzichtig. Dus als je iets draagt, als je deze aan wil doen, dan moet je echt iets eronder aan doen. Want anders ja, loopt het niet goed af, zeg maar. Ik heb een zwarte skinny jeans gekocht. Skinny jeans? Dit is toch geen skinny jeans, zie hem? Kijk naar die pijpen. Is dit een skinny jeans? Seriously? Een jeans met wijde pijpen? Omdat ik echt alleen maar hou van broeken met wijde pijpen. Dus ja, dit met een topje erop. En een oversized blazer. En dan ben je klaar. Dit is, hoe noemen ze deze? Hoe heet die? Hij heeft geen specifieke naam. Want soms hebben ze die broeken wel zo'n naam. Maar als het goed is, ga ik hem gewoon natuurlijk weer scannen. En dan zet ik hem hiernaast voor jullie erin. Verder heb ik een topje gekocht. Super fijn topje. Dat is namelijk deze. En deze heb ik ook in andere kleuren. Ik heb hem namelijk ook in een soort van zo'n achtige beige, grijsachtige kleur.
super fijn, super heerlijke stof. Ik heb hem vaak aangehad op Instagram. Iedereen vraagt dan ook altijd. En deze was echt super erg afgeprijsd. Hij was 18 euro. En uiteindelijk heb ik hem voor iets van 10 euro gekocht of zo. 11 euro. I don't know. Something like that. My dream dress. Ik zit al zo lang te loeren op deze jurk. Deze jurk is zo mooi. Hij geeft je echt die Coca-Cola bottle figure. Woe! Het is een jurk met van die zakjes, zoals je ziet. En dan is hij echt super lang. En heeft hij natuurlijk touwtjes aan de zijkant. Zodat je daar zeg maar, om je middel zo een dingetje kan knopen. Deze jurk was ook echt 60 euro. Eindstand gekocht voor 35 euro. Dus this one was definitely a must. Ik heb gekocht deze. Vraag me alsjeblieft niet waarom ik hem heb gekocht. Ik weet het zelf ook niet. Het zag er gewoon zo leuk uit. En ik draag niet eens dit soort dingen. Ik zal jullie even laten zien wat het is. Ik moet hem wel eens even dicht doen, want hij is al heel kort. Tadaa! Zo cute. Dit is zo schattig. Ik heb van die overknee boots en ik dacht, dit is misschien wel leuk om te dragen met mijn overknee laarzen. En dan zo'n grote wollen trui. En dan zo'n beret. Eerlijk, I'm only in Paris kind of vibes, right? Dus dit was wel echt super cute. Ik haat deze kleur. Dat jullie het alvast weten, deze kleur, jullie zien mij nooit in deze kleur. Omdat ik deze kleur gewoon echt haat. En deze wilde ik eigenlijk ook in het zwart hebben, maar die was uitverkocht. Dus ik ga dit gewoon uitproberen, want het ziet er wel altijd heel mooi uit. Alhoewel ik deze kleur niet echt heel mooi vind. Maar goed. Verder is deze, was deze ook afgeprijsd. Hij is 30 euro en ik weet niet voor hoeveel ik hem heb gehaald. Minus 40%. Oh, this dress. Ja, ze lijken allemaal op elkaar hoor, dames en heren. Die kleuren lijken inderdaad allemaal op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Ik heb namelijk deze jurk gekocht met kant. Kijk hoe mooi dit is. Oeh. Ja, laat maar, die ziet het niet. Anyways, kant op de armpjes en kant bij de buste. En hij shaped je lichaam echt zo super mooi. Dit is dus voor mijn holiday en hij is ook best wel lang. Dus hier komt ook nog een hele leuke foto mee. En ja. Ik heb een maatje XS gekocht, want ze zagen er al best wel groot uit. Deze was 25 euro. Ik heb voor de rest twee broeken gescoord, waar ik zo blij mee ben. Deze broek wilde ik echt al zo lang. Maar ik wist gewoon niet waar ze hem verkochten. En toen kwam ik hem per ongeluk tegen daar in de winkel. Ik wist gewoon niet dat de Zara hem had. En dat is deze broek. Met die schuine rits. Het is zo'n soort van pantalonbroek, zo'n vaderachtige broek. Maar je kan dit zo vet combineren. Met een oversized blazer en een witte top. Prachtig, prachtig, prachtig. Heel blij mee. Ik heb ook een maatje S hiervan gescoord. Dus het was gewoon perfect. En ik heb hem ook in het zwart. Maar hij is niet precies hetzelfde, zoals je ziet. Kijk. Maar ook van die wijde pijpen pantalonbroek tot aan de grond. Maatje XS, want ze vallen best wel wijd natuurlijk. Ja, maar ze waren echt allebei super cheap, 12 euro of zo. En ik hou van wijde broeken. Je moet maar eens opletten op mijn Instagram. Ik draag bijna nooit skinny jeans of legging of ja, iets gewoon dat gewoon zo strak op de been zit. Dan hebben we deze. Zo mooi vond ik dit. Oh, ik weet mijn god niet wanneer of waar ik dit aan ga trekken, maar ik wilde het gewoon hebben. Kijk hoe mooi. Super sexy. I love it. Voor mijn tweede honeymoon of zo. Dit is zo cute. Heel mooi. Deze was ook afgeprijsd. Dat was iets van 15 euro of zo. Dit was echt goals. Dit was echt mijn beste koop. For in my mind. Nou, dan gaan we dus door naar Stradivarius. En daar heb ik iets gekocht. Ja, wat ik echt super mooi vind. Maar ik vind het best wel spannend.
Want ik weet nog niet zo goed hoe ik ze ga combineren. Maar dat zijn... deze boots. Ah! Ik hou echt van boots en ik hou van Dr. Martens en zo. Deze leken er heel erg op. Het is een maatje 37. Dus ze zijn eigenlijk ook wel een beetje te groot voor mij. Maar 36 was dan misschien weer ietsjes te klein. En ze waren afgeprijsd in de Black Friday sale. Dus ik zat te denken aan dit. Met die bruine broek van de Zara. En zo'n jacket. En die heb ik ook gescoord. En dan denk jij misschien, wat bedoel ik met een jacket? Dit is een jacket! En ik heb er 3 gehaald. 1, 2, 3. Je zou denken, deze chick is crazy. Klopt, want ik kon niet kiezen. Ik wist echt niet welke ik wilde. Dus ik dacht, weet je wat? Ik koop ze gewoon alle 3 en dan ga ik thuis even combineren met al die andere spullen die ik heb gekocht. En toen had ik dus deze gecombineerd met die bruine broek. En dat was zo mooi. En die witte laarzen. Dat was echt gewoon een lookoe. Het was heel mooi. En deze ook. Deze was ook echt super mooi. Ze zijn alle 3 van de Stradivarius. Ik denk dat deze, die blauwe, ik denk dat ik deze het minst vond. Maar deze kan ook heel mooi zijn met een spijkerbroek en met witte laarzen. Dus zoals die boot die ik net heb of gewoon witte sneakertjes eronder. Denk ik dat het ook wel echt heel mooi kan zijn. Dus deze jacket ben ik echt heel blij mee. Ze zijn lekker dik en lekker warm. Ze waren ook in de sale, maar nog steeds wel best wel prijzig vind ik hoor. 32, 34 euro of zo. Dus ja, ik ga zeker niet 3 van dezelfde soort behouden. En eentje gaat sowieso naar Omema toe. Volgens mij wilde zij de roze hebben. En dan hebben we last but not least. Dat zijn 2 tasjes. Die ik heb gescoord bij de Mango. Dat is deze. Vond ik zo schattig. Een beetje bottega-achtige vibes. Ze waren in de sale. 10 euro waren ze. En ik vond het zo cute. En ook hier had ik weer keuzestress. En wist ik dus niet welke ik wilde. Dus heb ik ze eigenlijk maar allebei gekocht. En ja, die kan je gewoon zo super leuk combineren. Of je kan ze zo laten hangen. Hartstikke cute. Of je kan het gewoon zo vasthouden. Ook super schattig. In ieder geval leuk voor als je op vakantie bent en je wilt er iets in stoppen. Ze hebben ook een rits aan de binnenkant. Dus je kan gewoon je spulletjes erin stoppen en dan kan je het gewoon dicht doen. En dan zijn je spullen veilig. Oh, en je kan hem ook nog eens zo omhoog doen. Als je dat zou willen. En knopen. En dan is die kort, ietsjes korter. Dan kan je hier zeg maar de knoop inzetten. Dan heb je hem gewoon zo korter eigenlijk. Maar goed. Ik vind dit wel hartstikke prima zo. Super cute. Ja, nou. Volgens mij hebben we nu alles gehad. Dit is echt een super, super, super last minute shopping haul. Zoals je wel ziet. Ik doe dit echt 1 dag voor mijn vakantie. Omdat jullie het mij hebben gevraagd. En ja, ik wilde jullie gewoon vooralsnog even alles laten zien wat ik heb gehaald. En het snel even in elkaar flansen en het op mijn YouTube kanaal gooien. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval een beetje inspiratie hebben kunnen krijgen van de dingetjes die ik heb gescoord. En dat jullie ook die dingen nog terug kunnen vinden in de winkel. I hope. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben op mijn kanaal natuurlijk. Zodat ik meer leuke video's voor jullie kan blijven maken. En ja, tot de volgende video maar weer. Doei! Bad man out and stunting. Action ready for the thumping.